gang de graven. Oh, ik dacht dat ik ook leuk bij je mocht komen zitten. Kom. Ik vind het prima. Ik vind het zo reuze gezellig. Ja, daar word ik verlegen van. Ja, dat was ook de bedoeling. Zeg, ik heb jou een aantal weken geleden gebeld. Toen was je druk. Dat is nu eigenlijk nog meer. Want toen zei je al, ik kan eigenlijk helemaal niet vandaag. Want je zit in allerlei bestuurlijk overleg. Nou, we hebben het federatiebestuur van de KNMG. En er waren inderdaad 7 afspraken vandaag. En er is ook nog kerstborrel van de orde. Ja, dat wou ik zeggen. Het meest belangrijke is natuurlijk die kerstborrel. Nou ja, dat is wel belangrijk dat je daar ook even een beetje bent. Dan hoor je namelijk wat er echt in de organisatie aan de hand is. Anders krijg je de goede informatie niet. Worden daar nou nog noten gekraakt in zo'n kerstborrel? Of hoe werkt dat eigenlijk bij jullie? Ja, walnoten geloof ik. Ja. Nee, maar goed, luister, het is een beetje het afsluiten van een jaar. Het is een bewogen en druk jaar geweest voor de specialisten. Het is een klein bureau, er wordt hard gewerkt. En dan is het gewoon goed dat je aan het eind van zo'n jaar er ook bent als voorzitter. Om toch ook een beetje uit de uitdrukking te brengen dat je waardering hebt voor al datgene wat ze gedaan hebben. Nu, dat weet je natuurlijk niet, maar je wordt door vele mensen gevolgd in de media, onder andere door ons. Dus we hebben ook een scanner op je staan. Ah. Die sloeg groot uit toen jij het convenant met de minister had. En dat vonden we allemaal heel bijzonder en ook een bijzonder snel resultaat. Hoe kijk je daar nu achteraf op terug? Nou ja, eer wie eer toekomt, kijk, er was al heel wat voorbereidend werk gedaan. Dan moet je op een gegeven moment zorgen dat je de laatste dingetjes een beetje aan elkaar breidt. Het is eigenlijk een soort van breiwerkje. Je hebt er niet zoveel aan gedaan, begrijp ik. Er was heel veel voorbereid, maar dan moet je net eventjes zorgen dat die puzzel ook nog even... Het laatste stukje is altijd het moeilijkst, hè? Dan ontbreken er een stel en waar ga je die nou neerleggen? En ik had dus wel zo'n beetje de inschatting dat het departement en Leon van Halden, degene die onderhandelde namens minister, er wel baat bij zou hebben als er een akkoord met de dokters was. Want een belangrijk onderdeel daarvan was die instemming van de medisch specialisten met die beperking van 2,5% groei. Reële groei, hè, dus ex-inflatie. Dat was een belangrijk onderdeel van het regeerakkoord. Dat kan de minister allemaal wel opschrijven op papier. Maar dan moet het wel gerealiseerd worden. Dan helpt het wel als degene die dus toch moeten leveren... zeggen wij zijn wel bereid om die groei te beperken tot 2,5%. En dus ook ons plafond aan inkomen op die 2,5% af te stemmen. Dus dat was wel een belangrijke bargaining chip. Want als wij ja zouden zeggen, kan de minister vervolgens... met dat akkoord met ons in de hand naar de ziekenhuizen gaan... en naar de zorgverzekeraars gaan en zeggen... die lastige dokters die zijn bereid, nou jullie ook. En de eerste is, die krijgt dan ietsje meer bargaining chips. Dus dat was wel een belangrijk punt. En tegelijkertijd was de minister, deze minister, op het punt... Abklink is hier wat lastig lag bij de dokters. Hè? Ik zou voor Abkom erbij zitten. Dan nemen we Frank de Graven in de sandwich. Hè? Ja, 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 ja. Ah. Ja, mooi moment. Dus daar waren wat, tenminste wat ik meekreeg was dat de medisch specialisten hadden... dat deze minister wel wat erg ver wilde gaan... in de verschuiving van de macht naar de ziekenhuisbestuurders. En dat lag niet zo goed bij de medisch specialisten. En de opvolger van die was daar wat makkelijker in. Dus dat scheelde ook. En vervolgens is er nog hard, want daar gaat het altijd over geld onderhandelen. Handeld. En toen is er volgens een deal gesloten. En wat wel erg opvallend was, is dat was in deze zaal. Er waren ruim 500 medisch specialisten. Die krijg je echt toch alleen maar om in te zulke getalen als het snel opgevallen is dat het geld gaat. Maar ze waren er wel. En laten we daar maar heel reëel over wezen. Dan kan ik wel een mooi verhaal houden, maar zo is het natuurlijk wel. En wat wel heel goed was, is dat meer dan 90% ja heeft gezegd tegen dat akkoord. En dat was wel best bijzonder. Nou, ik denk dat heel veel mensen bijzonder vonden. De media vond dat ook heel bijzonder. Ja. En dat oogde toch als een opmerkelijk resultaat waarvan iedereen natuurlijk ook dacht hoe toekomstbestendig is dat. Nou ja, voorlopig is het al bijna een jaar. Het is ook uitgewerkt. Er is nu, want het is ook best lastig. Naar dat nieuwe systeem gegaan van de verdeling van totale bedragen over ziekenhuizen. En volgens moeten dus de medisch specialisten als een collectief dat met elkaar verdelen. De achterliggende gedachte was, wie weet nou het beste wat een beetje reëel is als die dokter zelf. Ben je ook een beetje af van die afhankelijkheid van, ik zie Henk van Vliet zitten, van die berekeningen rond die DBC's en wat er allemaal mee heeft plaatsgevonden. Dus het is eigenlijk een heel mooi systeem geworden. Wat wel lastig is, want daar moeten die dames en heren met elkaar nou die strijd leveren. Nou, beelden die wij krijgen vanuit de orde is dat het overgrote deel van de ziekenhuizen dat eigenlijk redelijk goed is gegaan. Er zijn ook een aantal probleemterreinen waar nog verder gesproken wordt, maar relatief is dat goed gegaan. Ja, en daarna moest nog dat MTO worden vernieuwd. Dat was ook wel een hele bezoeking met de ziekenhuizen. Dat vindt nu plaats. Maar ja, als je nou toch vaststelt, is het relatief op het vlak van de medisch specialisten, als ik het vergelijk met huisartsen en een aantal andere terreinen, relatief rustig. En dat is wel eens anders geweest.
Ja, wat was je vraag, Henk? Behalve als... Nou ja, ik ben benieuwd. Kijk, de medische specialistische zorg is toch jarenlang zeg maar, verantwoordelijk geweest voor de overschrijdingen die er zijn geweest. Ik heb het idee dat dat in de, met name in de openbare farmacie is gecompenseerd. Door daar flinke slagen te maken. De vraag is natuurlijk wel, hoe hou je nou grip op die medische specialistische zorg? Met al die lastige dokters, al die ziekenhuizen, die zijn zich geweldig aan het groeperen. Dat kan iedereen zien die regelmatig in een ziekenhuis komt. En hoe gaan we dat doen? Je kunt de vraag natuurlijk ook door alles formuleren, is wat makkelijker voor Ab. Dank je. Dus formuleer jij hem eens. Hoe krijgen we nou voor elkaar, zeg maar, dat de burgers van dit land die premies betalen, A, waarvoor een premie krijgen, maar B... Ja, ook niet het idee hebben dat zorg gratis is. Door maar voortdurend naar dokters te gaan en meer zorg te vragen. Hè? Dat is een andere formulering. Want het wekt nou de indruk dat de medische specialisten de hele dag bezig zijn om na te denken. Ja. Hoe kunnen we nou zoveel mogelijk zorg inleveren? Terwijl het toch vaak is dat er gewoon mensen in de wachtkamer zitten die graag zorg willen. We gaan dit een treintje groter maken. Wilna Winter ook even bij. Ja. Mag je nog reageren? Ja, nee, je mag zeker reageren. Maar of je er ondertussen even bij komt. Nee, kom maar naast ons zitten. Kom maar naast ons zitten. Wacht even. Wil jij mij die microfoon even geven? Ja. Nou, weet je, misschien twee dingen. Kijk, het probleem waar wij, althans wij, waar mevrouw Borst rond 2000 voor stond, was natuurlijk, waren we heel veel problemen. Maar één daarvan was hoe je de wachtlijsten kon vermijden. Toen is prestatiebekostiging ingevoerd aan de hand van de DBC's. En een van de problemen, althans een van de punten die natuurlijk ingevuld moest worden, wat betaal je nou per DBC? Daar zijn vervolgens minuten voor geregistreerd en vervolgens zijn de minuten min of meer normatief in die DBC's terechtgekomen. Nou ja, op het moment dat je dan natuurlijk met minuten te hoog zit, ja, dan ga je flinke rekening betalen. Nou, correctiemechanisme daarvan is buitengewoon lastig om dat in te richten. Dus we werden in 2009 geloof ik voor het eerst geconfronteerd met die overschrijdingen. Nou ja, dan moet je, daar weet Frank alles van, want hij was voorzitter van de NZA. Als je dan die minuten moet gaan herijken, dat gaat met enorme A, bureaucratische slagen gepaard. En twee, loop je grote risico dat je vervolgens bij de rechter staat om vervolgens te gaan uitleggen waarom die minuut nou precies 54 seconden moest zijn. Dat is natuurlijk een onwerkbaar stelsel, gewoon wat je dan ingericht hebt. Daarom vind ik de slag die we nu gemaakt hebben en die gemaakt is door, inderdaad, Edith heeft dat denk ik terecht op die manier gedaan. Even los nog van die verantwoordelijkheidsstructuren. Maar dit is wel goed dat nu het model van Bronovo min of meer gevolgd is met een maatschapsmodel waarbij je onderling de middelen verdeelt. Nadeel kan alleen zijn, en daarvoor wijs ik erop, met de vraag van waar loopt het op uit? En dan kom ik ook een beetje met het antwoord op Frank. Het nadeel kan zijn dat je na die verdeling toch zoiets hebt. Jongens, we hebben budget vol hè, als maatschappen en als totale maatschap. Want we hebben voldoende DBC's gedraaid dit jaar. En dat je weer in het risicoveld komt van waar Els Borst mee te maken had. Van ja, jongens, we hadden een lump sum. En lump sum is volgedaan via verpleegdagen enzovoort. Maar nu via de DBC's. En we zitten weer met de wachtlijsten. Dat en daarom vind ik de periode van rust kopen via het convenant is buitengewoon verstandig. Maar pak die periode van rust ook op om dit structureel te ondervangen. Dat is in feite de vraag die jij stelt, Frank. Hoe doe je dat? En ik denk dat je daar inderdaad moet aangrijpen bij iets wat ik volstrekt met jou deel. Specialisten, zoals ik ze nu ook weer ervaren in gesprekken die ik heb, die zijn niet per se uit op die inkomensmaximalisatie. Die willen vooral, wat Arnold ook zei, goede zorg leveren. En die willen daar aangespoord worden. En die patiënten die misschien overvragen, het stelsel wat specialisten ertoe uitnodigen om te overbieden, ja, daar moeten we vanaf. En Wilma zei dat terecht, denk ik net al zo even. Een stelsel creëren waarbij je niet de prestatiebekostiging helemaal in de hoek duwt. Maar prestatie met een kwaliteit gaat oriënteren. In plaats van alleen maar aan contacten, volume en behandelen. Is denk ik een belangrijke boodschap. Dat zou ook mijn aanbeveling aan Arnold geweest zijn. Als ik zo even nog een moment had gehad. Richt dat kwaliteitsinstituut niet alleen op richtlijnen. Maar ook in hoeverre het stelsel kwaliteitsbevorderend is. Want we hebben in feite geprobeerd een kwaliteitsneutraal stelsel te introduceren, terwijl wat we willen is gezondheidszorg en gezondheid. En dat kan je wel een beetje herijken. Ook rondom bijvoorbeeld de risicoverevening. Van de week, althans, we hebben de aanbevelingen rondom diabetes met Novo Nordisk gedaan. Van kijk ook naar de risicoverevening, dat daar een prikkel in zit. Ik zeg niet dat dat er per se moet komen, maar kijk wel met die ogen naar het stelsel. Van hoe dat uiteindelijk betere uitkomsten kan realiseren. En daar staan we voor een gemeenschappelijke opdracht. En één ding, dat 90% daarvan ingestemd heeft, hè, is een dik compliment waard. Maar men wil in feite toch nog meer. Men wil kwaliteit leveren. Ja, dat is eigenlijk een mooi plan, een pleidooi en een helder antwoord op jouw vraag. Ja, zei het dat daar dus nog wel heel wat ingewikkeldheden aan vastzitten.
Maar goed, we zijn het daar allemaal over eens. Dat is de vicieuze cirkel waar al heel lang ministers mee worstelen. Dan krijg je aan de ene kant greep op de kosten. Terwijl je aan de andere kant niet krijgt dat door die greep op die kosten weer wachtlijsten ontstaan. Een hele belangrijke kern zit natuurlijk zeg maar, in de vraag. En in het aanbod. Nou, dus je moet in het aanbod iets doen, het systeem zo inrichten. Dat het maximaliseert naar, wat ik dan maar even voor het gemak zou noemen, het optimaal rendement van de zorg euro. Dat is de optimale mix van prijs en kwaliteit. Daar moet je inderdaad innovatief en creatief mee aan de gang gaan. Aan de andere kant zeg ik erbij, maar goed, dat is meer een politieke discussie, maar denk ik ook onvermijdelijk. Je kunt dat systeem nog zo goed maken, maar als er helemaal niets in de sfeer van de vraag gebeurt. Ja, dan zit daar natuurlijk ook wel blijft daar een kritisch punt te zitten. En ik geloof er heilig in dat je die mix moet leveren. Hoe je het ook bent of keert, die zorg-euro zal schaars blijven. Die wordt alleen maar schaarser. Dus de verplichting aan ons allemaal, en daar hoort het wat mij betreft medisch specialisten ook nadrukkelijk onder, is om te kijken hoe je dat rendement van die bestaande zorg-euro zo optimaal mogelijk kan maken. Dat is echt wel onze dure plicht. Zeg, Henk, kan iemand een foto maken van deze vier zo? Voor de kerstkaart eventueel? Dat is een ware, hele unieke combinatie, dit. Wille, een oproep aan ons allemaal. De medische specialisten als zodanig, ziekenhuizen, maar wij ook als zodanig. Dat is potentieel allemaal leden van de NPCF. Hoe krijg je dat gemobiliseerd met zo'n achterban? Nou, kijk, ik denk dat als je het in een nieuw systeem wil vatten, dat niet lukt. Dus ik denk dat je net als bij een fabriek moet zeggen, dit is je geld en dat moet je leveren. En als op woensdagavond de 36 uur erop zitten, gefeliciteerd, maar dan heb je pech. Dat is vrij normaal van werknemers om te vragen. Dan heb je een paar uurtjes overgewerkt. Dat zal jullie allemaal. Nou, voor de meeste mensen die hier zitten, gaat dat gewoon door trouwens, hoor. Ja, ik bedoel, dan heb je niet zoiets, nou stop ik. Dus je kan ook niet half november zeggen in de zorg, het budget is op. Je hebt iedereen te behandelen en je hebt een max aan bedrag. Ik heb er echt alle vertrouwen in dat specialisten dan denken, dan moet ik dus heel zuinig zijn. En als nou alle zorg die verleend werd noodzakelijke zorg was, dan zou dit niet kunnen. Maar ik ben er zo van overtuigd dat er en te veel geschroefd wordt door de artsen en te veel gevraagd wordt door patiënten, terwijl dat niet bijdraagt aan verhoging van de kwaliteit van leven. Ik denk echt dat dat werkt. En je moet artsen dwingen om soms... Je moet artsen dwingen om soms nee te zeggen. En kijk, natuurlijk, als er iets heel ernstigs gebeurt, dan moet je dat doen. Er is helemaal geen discussie over. Maar ik denk echt dat er heel veel zorg niet nodig is. En bij de huisarts denk ik dat ook. Hartstikke goed, die maatschappelijke werkster. Waarom denk je dat via het punt dwingen moet? Ik ben namelijk nooit zo gelovig in het woord dwingen. Overigens is mijn ervaring ook in Nederland dat alleen al het gebruik van dat woord Frans werkt. Maar iets anders is... En mag ik toch even zeggen, volgens mij is het geen dwingen. Volgens mij zeg je, dit is het werk. Ja, en dit is de bak geld. En dan... Laat je het daarbij? En ik denk dat er dan door het gezond verstand van artsen en patiënten samen een situatie ontstaat waarin je de dingen doet die je moet doen. Dus het is heel zelfregulerend. Ja, volgens mij zei je toch echt, meen ik begrepen te hebben, hè, we moeten artsen dwingen. Terwijl ik dan toch liever zeg van luister, wat heel wezenlijk is inderdaad dat medisch specialisten zich realiseren dat de zorg euro schaars is. Dus dat beslissingen die ze op dat punt nemen te maken hebben ook met de kwaliteit van de zorg. Dus binnen de orde is gezegd, het optimaal rendement van de zorg euro is een belangrijk kwaliteitskenmerk. Je moet je realiseren dat als je een gulden niet optimaal, een euro niet optimaal besteedt, dat dus een kwaliteitsprobleem oplevert omdat die ergens anders niet beschikbaar is. Nou ja goed, dat is dus wel een soort van een mindset. Dat is overigens ook een mindset of je daar verantwoordelijkheid voor wil dragen als medisch specialist. Nou, we gaan volgend jaar samen met alle wetenschappelijke verenigingen en de orde een nieuw project starten. Medisch specialist in 2015. Er is inmiddels ook een commissie voor ingesteld met een hele maatschappelijke klankbordgroep eromheen. En centraal staat daar de discussie met de medisch specialisten over precies deze vraag. Ja. Wil je wel of niet als medisch professional mee verantwoordelijkheid dragen voor deze vraag? Er zijn ook wel medisch specialisten die ik tegenkom die zeggen, daar wil ik niks mee te maken hebben. Ik moet mijn werk doen en goed doen. En dit vraagstuk, daar wil ik eigenlijk geen rol in spelen. Ja, mijn stelling is dan moet je ook accepteren dat anderen over jou gaan beslissen. Wil je als medisch professional in de lead zijn en hier ook een standpunt over hebben, moet je ook bereid zijn dat maatschappelijke debat aan te gaan en die verantwoordelijkheid ook te dragen. Maar als je zo'n systeem hebt, dan denk ik dat je verstandig bezig bent en goed je werk kan doen. Ja.
En dan word je door het systeem, ja, je kan zeggen door het systeem gedwongen. Ik zie het meer als je krijgt alle ruimte om een goede afweging te maken. Ja. En aan het onredelijke is nooit iemand gehouden, maar... Nee, maar dat systeem, als je zegt, het systeem moet dan maximaal ook faciliteren en stimuleren dat deze afweging ook zo gemaakt wordt. Prima. Hè? Maar ik geloof, goed, misschien ook een beetje mijn politieke kleur, maar ik geloof in het algemeen niet, zeker niet naar professionals en dan helemaal niet in de gezondheidszorg, dat de ervaring van de overheid die dwingt of bepaalt er effectief is. Maar luister nou even, want volgens mij raak ik je in je allergie. Nou, nee. Ik leg nogmaals uit waarom ik het dwing. Je krijgt een hartstikke vrij systeem. Ja. En dat systeem veroorzaakt dat mensen zelf gaan kiezen. Het systeem, en ik gebruikte een verkeerd woord. Ik gebruikte het woord dwingen, dat is een dom woord. Had ik niet moeten gebruiken. Daar zijn we het eens, jongen. Dat bedoel ik. Die allergie is eruit. Oké. Okay. Frank, geloof jij dat er een overcapaciteit komt aan ziekenhuiszorg? Een overcapaciteit aan ziekenhuiszorg? Nou ja, het lijkt mij, als je het zo vraagt, niet snel. Want er is afgelopen jaren 6-7% groei geweest in de zorg. Dat moet nu terug naar 2,5%. Ja, maar dat is nog altijd 2,5% groei. Dat is overigens ook de enige sector in Nederland die groeit. Dan zal er niet snel sprake zijn van overcapaciteit aan curatieve zorg. Of het in ziekenhuiszorg is, dat vind ik een hele algemene vraag. Ik denk zelf dat onvermijdelijk het landschap in de aanbieding van zorg zal worden geherschikt. Dat heeft deels te maken ook met de aanscherping van de kwaliteitseisen van de inspectie, maar ook van de kwaliteitsrichtlijnen van de medisch specialisten zelf. Ook een nieuw fenomeen. Dat nu eindelijk, en ik ben het er mee eens, te laat. Maar goed, het gebeurt nu. Het gebeurt nu en het gebeurt nu stevig. Ook dat was een afspraak in het kader van het convenant. De heelkunde is daarmee begonnen. En je ziet nu dat verzekeraars daar nu ook echt werk van maken. Dat is goed, want dat leidt inderdaad ook tot langs de lijnen van kwaliteit. Dat is het allerbeste, tot concentratie daar waar de kwaliteit het beste is. Dat is ook een onderdeel wat volgens mij door zal gaan. En ik verwacht dus niet zozeer dat er macro sprake zal zijn van minder aanbod van zorg. Want dat zal gewoon blijven groeien. Maar dat het wel op een andere wijze zal worden georganiseerd. En dat zal leiden, denk ik, tot concentratie van algemene ziekenhuizen. En een sterke toename van gespecialiseerde kleinere eenheden. Wat ook kansen biedt voor die ontwikkeling van zogeheten anderhalve lijn zorg. En daar geloof ik ook veel meer in dan die vraag die achter mij staat. Gaat er heel veel over de tweede en de eerste lijn. Ik denk dat wat veel meer nodig zal zijn, dat je die anderhalve lijnszorg organiseert. Daar heb jij geloof ik ook allemaal hele goede ideeën over. Wat dicht bij die burgers wordt georganiseerd. En dat je op een aantal plaatsen hooggespecialiseerde en algemene ziekenhuizen hebt. Maar dan zullen er wel denk ik een stuk minder zijn dan nu. Ab, je wil reageren? Nou, eerlijk gezegd, maar ik kan natuurlijk de toekomst ook niet voorspellen. Maar ik denk eerlijk gezegd aan medisch specialistische zorg zie ik niet zo snel een vermindering ontstaan. Op voorwaarde dat je de zorg ook invult als meer dan behandelen. Het is namelijk veel meer met de patiënt ook gaan meedenken. Is deze behandeling op dit moment gepast enzovoort. Daar is ook behoefte aan. Dat willen specialisten ook heel graag. Ziekenhuizen, ja, die zijn wel afhankelijk vaak van behandelen. Want daar worden ze voor betaald, voor dat deel van de DBC. Dus ik denk eerlijk gezegd dat daar een verschuiving naar de eerste lijn zal plaatsvinden, anderhalve lijn. Dat de specialisten belangrijk blijven in dat hele landschap. Misschien nog wel belangrijker worden in samenspel met die eerste lijn. Maar het instituutziekenhuis zie ik inderdaad op een gegeven moment wel minder aan volume gaan winnen dan de afgelopen jaren gebeurde. Dus misschien zelfs wel daling. Maar dan heb ik het dus over operatieve ingrepen bijvoorbeeld. Over het instituutziekenhuis. Ja, dus maar niet zozeer de ziekenhuiszorg, maar de... Want gegeven de enorme bandbreedte die er is over behandelen of dat je het al niet moet doen, hè, de diagnostiek die telkens beter wordt, is aan begeleiding van patiënten veel meer tijd voor nodig. Wilma, hoe kijk jij er tegenaan? Huisartsen zouden ontzettend groeipotentie hebben door die eerste lijn verder te versterken. Meer behandelingen zelf te blijven doen, minder door te verwijzen. Wordt het daar ook allemaal automatisch beter van? Ik denk dat het er zeker niet slechter van wordt. Dat het minder belastend is voor mensen. En ik weet zeker dat het een stuk goedkoper wordt. En dat is een heel belangrijk belang van de premiebetaler, dus van iedereen. Want mijn grote angst is dat we straks een geweldig zorgaanbod hebben, wat we niet meer kunnen betalen. En een houdbaar stelsel is in ieder geval een patiëntenbelang, maar ik denk ook van de aanbieders en van de dokters. Ik bedoel, volgens mij willen we dat allemaal, een fatsoenlijk stelsel van gezondheidszorg. Dat kan alleen als het ook betaalbaar wordt. Ik denk dat we ongeveer aan de grens zitten. En je moet dus ook zoeken naar dingen die geld besparen.
En soms is dat niet nog een robot erbij. Kan heel goed helpen. Ja. Dat kan geen toeval zijn dat je even naar Achmea kijkt, hè? Nee, maar dat snapt ook iedereen. Ik vind dat wel een compliment waard, om dat soort keuzes te maken. En bij de huisartsen gaat het erom doen wat ze kunnen. En niet doorverwijzen naar de duurdere tweede lijn. En voor de duurdere tweede lijn betekent het dan niet vullen met andere dingen. Vandaar mijn pleidooi straks voor die ene hele grote berg geld. En dat kan ook, omdat de best werk weg kan waar niemand last van heeft. De grote zorg van deze minister is natuurlijk dat de eerste lijn meer gaat doen. En de ziekenhuizen dat gat op gaan vullen. Dat is ook met dit systeem. Dus dat gaat nooit werken. Dat weet ik niet. Want ik had daar een discussie over bij de bijeenkomst van de LNV. Laat ik overigens beginnen te zeggen dat... En dat is iets wat ik gewoon gedaan heb. Ik heb via een groot videoscherm de 9000 huisartsen mogen toespreken. En daar gewoon in gezegd van dat wij er hartstikke solidair mee zijn. Omdat en goed werken, de eerste lijnzorg, gewoon hartstikke in het belang is van de tweede lijnzorg. Ik bedoel, we zitten op 2,5% groei. Ik bedoel, er is eerder zorg over van wachtlijsten, dat het te veel wordt. Dan dat er nou bij medische specialisten een geweldige zorg is dat de huisartsen het werk van de specialisten gaan overnemen. Dus ik zeg voortdurend tegen de huisartsen, jongens, hou op met dat verhaaltje, want het is onzin. Het is echt grote onzin. Ik ken geen specialist die zo bezig is. Iets anders is dat ze dan zeggen, ja, dan gaat het worden opgevuld met allemaal onzin. Ik zeg, nou ja, luister eens even. Ik dacht dat we tegenwoordig hier een heel mooi systeem over hebben. Wat namelijk is onzin, er kan geen onzin meer zijn, want het vergoeden verzekeraars niet meer. He, als we dus van die krachtige mooie Achmea's hebben, die fantastisch weten dat robots allemaal niet werken en je ze zeer prijst, die prijzen ook zeer. Ik kan er toch niet van uitgaan dat in deze tijd van schaarste, en we hebben zulke mooie krachtige verzekeraars, die dus ook allemaal heel verstandige mensen in dienst nemen, als Ben Krul en dat soort types, dat die nog onzin vergoeden in de tweede lijn. Dat is toch werkelijk niet denkbaar. Dus ik vroeg een aantal huisartsen, maar dat, ik bedoel, daar verwijst jullie toch helemaal niet door naar die rare teenpolies en jeukpolies die ze allemaal noemden. Nee, zeiden ze, dat doen wij niet. Maar soms wel, als ze het heel graag willen. Zeg, ja, dan moet je natuurlijk dan ook niet doen. Ja, dan zeg maar, als we het nog niet doen, soms wordt het dan wel goed gevoerd door verzekeraars. Zeg, ja, dat vind ik dan natuurlijk ook wel weer heel raar. Want ja, wat moet dan die specialist? Daar komt een patiënt met een polis en er wordt vergoed. Dan moet hij dan zeggen van, u mag hier niet komen. Dus dan moeten we wel even strak wezen in het collectieve deel. Want daar hebben we het trouwens ook over. Je kunt een discussie voeren of we niet meer geld uit kunnen geven aan zorg. Ik denk inderdaad, nou is het mogelijk in het collectieve deel. Of in het private deel nog meer wel goed. Dan moeten mensen overigens ook zelf maar een afweging in maken. Maar in het collectieve deel ga ik ervan uit dat de hoeders van de schaarse euro, dat zijn de zorgverzekeraars, ervoor zullen waken dat als er werk extra wordt gedaan door de eerste lijn, dat dat niet wordt opgevuld door onzin in de tweede lijn. Okay. Hey, we blijven heel even zitten, alle drie, want dan ben ik jullie kwijt. Maar jij gaat over die polissen. Wat is dan de meest vreemde aandoening die jullie in het ziekenhuis vergoeden, waarvan je eigenlijk zegt, is flauwekul? Want die komt in aanmerking voor de prijs van de vereniging van kwakzalverij. Het is bizar dat in de eerste lijn dat 2,5 keer beter wordt betaald dan in de tweede lijn. Terwijl je zou zeggen dat eigenlijk gewoon hetzelfde tarief voor dezelfde vricht. Maar mijn vraag was eigenlijk nog veel directer. Welke zorg hebben jullie nou in het ziekenhuis in de polis zitten? Hebben jullie een grieppolie vergoed met Slotervaart? Want dat was een griepspreekuur en we kennen nog wel een paar. Een jeukspreekuur, een hoofdpijnspreekuur. Nou, ik denk dat er heel veel van dit soort activiteiten gewoon vergoed worden. Omdat ze in het basispakket zitten. En daar hebben patiënten, verzekerden recht op zorg. Daar gaat het Kwaliteitsinstituut ongetwijfeld wat over roepen. Ja, Frank. Kijk, dat vind ik allemaal nog prima, maar ook zonder doorverwijzing van de huisarts. Kijk, dat is mijn kern. Ik heb daar helemaal geen probleem mee, want ik kan dat niet beoordelen. Er zijn trouwens heel veel mensen die daar heel boos over worden en zeggen, nou, we hebben ongelooflijk last van jeuken. Dat is hartstikke goed dat je daar, je zal het maar hebben. Maar mijn punt is veel meer, ik kan dat helemaal niet beoordelen. Heel veel van ons kunnen dat niet beoordelen. Maar ik vind het cruciaal in dat systeem dat het dan wel een doorverwijzing van de huisarts is. En wat ik dus vreemd vind, zeg ik ook simpel, misschien ook tegen de leden van mij die dat doen, maar dat daar de zorg wordt geleverd. Zonder dat daar een verwijzing van de huisarts is. Want ja, dan wordt het wel
te makkelijk. En dan heb je ook inderdaad wel het probleem dat als we dus echt inderdaad dingen efficiënter kunnen organiseren bij de eerste lijn, wat lang niet altijd zo is, maar als het daar efficiënter kan, moet het ook vooral daar plaatsvinden. Dat iedereen het dan terecht zegt, ja, dan moet ook daar het geld heen, dan moet het niet ergens anders worden uitgegeven. Maar de enige bewaking daarop is dat verzekeraars dat niet vergoeden. En dat er dus ook inderdaad een check op zit van die eerste lijn, namelijk van die huisarts. Dat is ook die poortwachtersrol. Maar dit is toch... Oh, sorry. Ik kom zo terug bij jou. Ik bedoel, dit pingpong lekker, hè? Ja, maar goed, nou, zo is het toch. Ik bedoel, je ziet toch als de eis nou is in een contract dat je een verwijsbriefje hebt. Ja. Nou, dan weet je dat als dokter geen verwijsbriefje, mes je weg. Klopt. Ja? Simpel. En omgekeerd geldt hetzelfde niet vergoeden. Ja, als dit al pingpongen wordt. Het probleem is, Wilma, voor mij pak je het probleem niet. Er wordt heel veel vergoed in die tweede lijn bij die polies zonder verwijsbrief. Ja, maar wat Wilna zegt is, waarom ga je hem dan accepteren in die polie? Omdat die patiënt zegt, kijk eens, ik heb hier een polis. En ik heb recht op deze. Maar even Frank, maar dan kan je toch ook zeggen, gaat u terug naar de huisarts? Ja. Leg jij het eens een keer uit. Sorry, maar nou wordt het wel erg. Dan vraag je wel heel veel. Nee. Dit wordt echt te gek voor woorden. Een verzekeraar vergoed. En er komt een patiënt die zegt, wilt u mij helpen, dokter? En dan moet de dokter zeggen dat die verzekeraar vergoed zonder verwijsbrief, dan moet die tweede lijn gaan bepalen. Ja, dat vind ik echt te gek van worden. Nou is al bedacht dat je een allergie hebt, maar het blijft ook nog gewoon kerst, dus misschien ga je het verlossen een antwoord geven. Ja. Moeten we toch weer even terug naar de feiten. Ik geef zeker toe dat er jaren zijn geweest dat in de tweede lijn zorg is vergoed zonder verwijsbrief, maar dat is onrechtmatig. Dus er is nu met een toename van de, dat heet dan in verzekeringstermen, materiële controle, worden die verwijsbrieven weer getoetst of daadwerkelijk de huisarts er een indicatie vond om naar de tweede lijn te brengen. Ik wil nog één ding zeggen Arnold, over de robotchirurgie. Mag ik een vraag aan Arnold stellen? Wie is er dan onrechtmatig bezig? Krachtens de huidige wetgeving, even serieus. De zorgverzekeraar is onrechtmatig bezig, want die hoort dat niet te vergoeden als daar geen verwijsbrief van de huisarts. Maar de zorgverlening mag wel gebeuren, dat is niet onrechtmatig. Sorry? Het feit dat de zorg verleend wordt en dat er een rekening voor bij jullie neergelegd wordt, is dat al onrechtmatig? Als jij weet dat onrechtmatig is en je dient toch een rekening in, dan ben je zelf ook onrechtmatig. Dus Wilma heeft toch een beetje gelijk dan, Frank. Als het is voorgeschreven, dat is mijn punt. Mag ik nog even wat zeggen over de robotchirurgie? Want daar is enige misverstand. Het is niet zo dat Achmea dat niet vergoedt bij prostaatoperatie. Wij willen eigenlijk er ook allemaal wel bij. Maar het is niet zo dat Achmea de robotchirurgie niet vergoedt. Alleen willen ze niet het drievoudige tarief van een normale tarief ervoor te betalen. Omdat het niet bewezen is dat het beter is. En zeker niet drie keer beter. Nou, dan is mijn advies om wat aan jullie communicatiebeleid te doen. Dat is volgens mij duidelijk, want dat is verkeerd overgekomen. Julius van Dam stond vanmorgen in een aantal nieuwsbrieven dat de medische indicatie op een recept voor mensen niet meer voldoende was. Ik weet niet of ik hier ermee overval, maar in feite ligt het een beetje in het verlengde hiervan. Kan je er iets over zeggen? Je overvalt een klein beetje, maar ik denk dat ik wel weet waar het vandaan komt. Wij zien dat wij bij een heleboel recepten een stempeltje medische noodzakelijkheid zien van een arts die een duur geneesmiddel wil voorschrijven waar een goedkoop alternatief is. Dat automatisme, de medische noodzaak, daarvan zeggen we ja, dat moet langzamerhand toch iets beter beargumenteerd worden. Want we zien zulke uitzinnige prijsverschillen die met een eenvoudig stempeltje, soms zelfs voorgedrukte recepten, zo worden ingeleverd. Dat we zeggen, nou, ga dan maar eens beargumenteren waarom je echt vindt dat 80% van je populatie met dat dure middel moet worden behandeld. We hebben bijvoorbeeld nu preferentiebeleid op inhalatie corticosteroïden bij astma- en COPD-patiënten. Dat is een heel lang traject geweest met heel langdurig overleg met de LAN en de NVALT en allerlei groeperingen. Daar zijn we tot de conclusie gekomen uiteindelijk dat preferentiebeleid wel kan, mits je dat heel zorgvuldig doet. Nou, je wilt niet weten wat wij over ons heen krijgen nu van specialisten die zeggen, je komt aan mijn winkeltje, je komt aan mijn professionele autonomie en ik ga mijn hele populatie op het middel zetten wat ik altijd voorschreef. En zeggen, nou, dat willen we dan graag beargumenteerd zien. Voldoende dat jij inderdaad vindt dat geen enkele van jouw patiënten met een goed in Nederland geregistreerd geneesmiddel behandeld zou kunnen worden. Ja, dat levert nogal wat fus op, maar dat is dus ook gepaste zorg waarvan wij zeggen, nou, kom maar eens op. Heel ander aspect is dat wij die materiële controle op allerlei zaken doen. Ik ben op dit moment bezig om in Nederland bij ziekenhuizen
materiële controle op dure geneesmiddelen doen. Dat is een beetje een stokpaardje. Frank de Graaf, die weet dat misschien wel. Daar heb ik de zorgautoriteit ook wel eens lastig meegevallen. Wij vragen naar de materiële controle van een aantal dure geneesmiddelen bij longkanker en darmkanker. En we vragen ook naar de gepaste zorg. Waarom hebt u voor middel A of B 15.000 euro per patiënt of 500 euro per patiënt? Waarom hebt u daarvoor gekozen? Wij krijgen letterlijk de eis dat wij schriftelijk moeten verklaren dat wij geen terugvordering zullen doen van niet gepaste zorg. En pas dan wil men de gegevens aan ons geven. Dat is dus de reactie van ziekenhuizen op onze wettelijk verplichte materiële controle en door de zorgautoriteit gevraagd de controle op gepaste zorg. Dus er is al een hele hoop te winnen in Nederland als verschillende groeperingen zouden gaan doen wat de NPCF als nu gelukkig als volstrekt normaal vindt, als we dat ook zou gaan uitvoeren. Oké, dank je voor je reactie. Frank, hoe beluister jij nou zo'n betoog? Nou, Ab, doe jij die microfoon. Als onderdeel van een soort discussie waarvan ik zeg, ja, dat is ook allemaal beoogd geweest. Namelijk dat de verzekeraars te assertiever in worden. Ik herinner me dat ik een jaar geleden overigens die oproep heb gedaan. Toen ging het inderdaad ook over die beheersing van die kosten. En toen heb ik ook letterlijk gezegd. Je kunt natuurlijk niet aan de ene kant met die specialisten in een bepaald groeimodel van die 2,5% zetten. Aan de andere kant, degene die dan ook moet zorgen of moet bijdragen dat die 2,5% beperkt blijft, dat die rol niet oppakt. Als dat dan ook zeg maar het pleidooi is geweest van de specialisten, dan moeten jullie dat doen. En op het moment zeg maar dat jullie dat doen, loop je natuurlijk tegen belangen aan. Tegen belangen van specialisten aan, tegen belangen van ziekenhuizen aan. Dat zie je nu op een selectief inkopen. En er zijn natuurlijk allerlei meningen over. En er kunnen zo eigenlijk nog allerlei dokters zijn die daar dus ook andere opvattingen over hebben. Algemeen hou ik maar twee pleidooien en al mijn contacten met de verzekeraars. In de eerste plaats, poog voordat je dit soort discussies gaat voeren, contact te leggen met de medische beroepsverenigingen, met de wetenschappelijke verenigingen. Want het is wel erg belangrijk, als je daar communicatie mee hebt gehad, want als die op een gegeven moment zeggen dat dit is oké, dan is het een eenling en dan is het wel ook goed beargumenteerd. Twee merken we ook wel, als we die overleggen dan voeren, en ik heb er ook een aantal keren bemiddeld, ja, dat er vanuit de professionals soms toch hele nuttige informatie komt waar verzekeraars ook wat aan hebben. En wat dan over en weer leidt tot ook een stuk meer begrip. En dan is het ook even wat minder snel in de ruziesfeer dan zonder dat je dat doet. Maar ultiem het voorbeeld wat jij geeft, zeker als dat goed is voorbereid en zeker als daar ook goed overleg over is geweest met wetenschappelijke verenigingen. Ik heb er geen enkel probleem mee dat een medisch specialist, zeker als het zeer afwijkt en om hoge kosten gaat, beargumenteert waarom hij dat doet. En ik ga erover vanuit als hij dat beargumenteert, dat dan ook wordt aangenomen. Want het is uiteindelijk wel de medische professional die er op dat punt in de diet is, maar ik heb daar geen enkel probleem mee. Dus als wij als medische specialisten zeggen dat we ons mee verantwoordelijk voelen voor de optimale besteding van de zorg-euro, dan is het volgens mij niet te veel gevraagd als het om hele dure medicijnen gaat die afwijken van wat heel veel anderen doen, dat je dat beargumenteert. Dus ik heb daar geen enkel probleem mee. En ik zou er ook vooral mee doorgaan. Ik denk dat je dan ook de steun hebt van de patiëntenorganisaties. Maar mijn enige oproep is wel, als je dat op bepaalde manieren wil gaan doen. En dat merk ik ook, zij is ook toe bereid. Zoek wel wat contact met die wetenschappelijke verenigingen. En dan krijg je ook vaak daar steun in. We hebben overigens als orde, als onderdeel ook weer van het convenant, ik geloof in mei, een richtlijn doelmatig voorschrijven geformuleerd. En volgens mij staat er daar dus ook gewoon in. Dat dus ook nadrukkelijk medisch specialist wordt opgeroepen zich zeer rekenschap te geven van de vraag of iets wat ze voorschrijven ook precies dat rendement oplevert wat nodig is. En om daar dus ook inderdaad te beargumenteren en terughoudend te zijn. En er komen ook meer en meer wetenschappelijke verenigingen die ook gewoon gaan voorschrijven dat bepaalde medicijnen doelmatig goedkoper kunnen. En dat wordt ook gewoon op dit moment onderling met dokters bediscussieerd. Dus ik heb daar weinig problemen mee. Als ik het zo hoor, zou het kwaliteitsinstituut eigenlijk al een jaar eerder kunnen komen. Hè? Want dit zijn eigenlijk de pro-drugs, de pro-dromen van een kwaliteitsinstituut. Nou ja, maar ik heb het dus een aantal keren, Arno was daar volgens mij bij, daar ook over gesproken over het kwaliteitsinstituut. En het standpunt van medisch specialisten is, het is prima dat het er komt. Voor twee dingen. Eén, voor de bundeling van de geldstromen. Die waren enorm versnipperd. Zodat we ook efficiënter met die middelen over kwaliteit om kunnen gaan. Maar twee, als stok achter de deur. En dat is altijd goed om een stok achter de deur te hebben. Maar ik heb tegelijkertijd ook gezegd, wij vinden dat de medisch specialisten zodanig hun werk moeten doen. Dat kwaliteitsinstituut zeg maar ook alleen maar die taak zou hebben van stok achter de deur en bundelen van middelen. En als het kwaliteitsinstituut heel erg veel moet ingrijpen en heel veel werk moet doen, ja, dan doen wij ons werk niet goed. Maar het moet geen zelfstandig doel zijn dat het een heel groot kwaliteitsinstituut wordt met heel veel ambtenaren, want dat is toch suboptimaal. Want dan zie je toch weer dwingen
En dan krijg je enorm veel discussies. Het is veel beter dat in dat samenhang van deze discussie dat plaatsvindt. En daarom antwoord ik ook zo op die vraag zoals die wordt geantwoord. Er zijn natuurlijk alweer weer nuances denkbaar. Maar nogmaals, de hoofdlijn is heel simpel. Als je meeverantwoordelijk wil zijn voor de optimale besteding van de zorgeuro, waar praten we het allemaal over? Ja, dan kan het niet meer zo wezen dat als je hele dure medicijnen voorschrijft, dat je niet bereid bent om dat te argumenteren. En bovendien, je hebt het erover nagedacht, dus dan heb je ook een argument. Okay. Of niet, maar dat moet je toch niet doen. Oké, dank. Nu hebben jullie na de pauze allemaal een kaart aangetroffen. Eigenlijk twee kaarten, een rode en een groene. Dat is eigenlijk ongeacht de politieke kleur van beide heren. Maar waarschijnlijk toch wel wat verschillen zitten. Althans, dat mag ik hopen. Eén komt voor zijn kleur en één voor haar kleur. Mijn kleur is er niet bij. Oké. Okay. We hebben nog 5 minuten. En ik stel zelf voor dat wij... Want we hebben hier natuurlijk toch competentie uit de Tweede Kamer zitten. We hebben 2 stellingen formuleren. En die staan volgens mij ook beschreven. Ik kijk even om. Hoe kijken medische specialisten naar het idee om substitutie vanuit de tweede naar de eerste lijn te bevorderen? Die gaan we een beetje omvormen. Want daar kunnen we niet op stemmen. Ik zou hem eigenlijk zo willen formuleren, maar ik wil eigenlijk misschien jou die gelegenheid geven. Ik kan hem ook formuleren, maar hoe wil je het hebben? Zal ik hem formuleren of ga je hem zelf als vraag verwoorden? Ja? Meesterlijk zou zijn... Nee, maar je mag nog geen antwoord geven. De vraag goed formuleren, dan gaat de zaal stemmen. Ja, de vraag is... Of de stelling is, waar de zaal over mag stemmen. Hè, mag ook een stelling zijn. De stelling is... We moeten ophouden met het oploppen van de schijntegenstellingen tussen tweede en eerste lijn. Ja, die kan scherper. Wilma mag hem scherper maken. Ja. Medisch specialisten willen helemaal geen zorg die in de eerste lijn kan worden gedaan. Dat bedoel je, hè? En dan ja hoor. Het is toch niet precies te bepalen wat voor zorg dat is, maar ik vind het wel een mooie stelling. Rood is het daarmee eens en groen is het daar niet mee eens. En die kaarten flink omhoog, want anders kunnen wij het hier niet zien. Nog een keer, Henk. Okay. Rood is het met die stelling eens. Ik heb een stelling. Wilma, want die pikken we op. Ja, je zegt de microfoon. Weet je hem nog? Ja, de medische... Ik word onder druk gezet om een beetje te veranderen. Medisch specialisten willen helemaal geen zorg die in de eerste lijn kan worden gedaan. Dat zei ik, hè? Ik vind hem glashelder, daar gaan we geen concessies aan doen. Rood is eens. Oké. Okay. Ja. Ik ga naar iemand die in een ziekenhuis werkt. Volgens mij is dat tenminste zo. Je hebt je groene kaart opgestoken. De meeste waren toch rood. Vertel eens even. Niet alle zorg kan in de eerste lijn. Niet alle huisartsen zijn nog voldoende opgeleid om alles te krijgen. Dus daar moet je nuance in brengen. Ik denk wel dat het meeste rood kan zijn, maar een heleboel groen. En even ter verduidelijking, vasectomie is al niet in het basisverzekering. Dat weet ik al 3 jaar. Dus ik vond hem heel bijzonder dat die als voorbeeld werd genoemd. Want dat is een van de dingen die artikel 17, althans 17 code heeft. Dus ik zeg groen dat niet alle huisartsen alles kunnen doen wat in de eerste lijn zou kunnen worden gedaan. Maar vertrouw jij wel op de inborst van medisch specialisten dat alles wat naar de eerste lijn kan, dat ze ook ruimhartig mee zullen werken? Kijk naar je eigen ziekenhuis, Gelderse Vallei. Ik denk dat er nog een stuk vertrouwen in moet worden gewonnen. Ik denk dat er heel veel gedaan moet worden aan het vertrouwen wat de een aan de ander kan leren. En daar zie je daar waar de projecten lopen, daar zie je al heel veel overheveling en met heel veel vertrouwen. Maar ik denk dat daar ook een goede weg nog te gaan is tussen de huisartsenvereniging en de groep van de heer De Graaf. Okay. Ik ga even hollen, dan ga ik naar Sien Buijs, zag ik volgens mij. Even kijken, ik zag daar ook een groene kaart. En Frank, zou jij zo vast over de tweede stelling na willen denken? En nu graag een scherpe als kan. Klopt het dat ik jou ook een groene kaart zag ophalen? Ja, ik denk dat specialisten daar niet op zitten te wachten. Om die zorg van de eerste lijn maar vast te houden. Ik denk dat dan langzamerhand de wal het schip gaat keren en alles naar beneden zou moeten gaan. Dus van de huisarts naar de assistenten, van de specialistische zorg naar de huisarts enzovoorts. Jij ziet het nog niet gebeuren? Ik zie het juist wel gebeuren, dus ik ben het wel eens met die stelling. Tenzij ik verkeerd gestemd heb dan, maar dat bedoel ik te zeggen. Dan heb je volgens mij verkeerd gestemd. Frank, de Tweede Graaf. Zou jij de tweede stelling willen poneren ter afsluiting van jouw visite hier bij ons? Ja, dat kan ik wel doen, maar dan gaat Wilma toch aanscherpen. Dus is het niet makkelijker dat Wilma direct het formuleert? Nou, dan stel ik in voor de tijd.
Er schiet mij niks te binnen. Oh. Maar dan stel ik voor dat we hem afvragen, want die kan scherp debatteren. Ab, zou jij een stelling in dit kader willen formuleren? Nou, laat ik hem even... Frank, zou jij de microfoon willen delen? Nou, ik sluit er toch een beetje aan bij wat die mevrouw van de Gelderse Vallei zo even zei. Ik ga maar even zo formuleren. De specialisten vertrouwen de eerste lijnzorg niet. Oké. Dat is jouw stelling. Rood is, dan ben je het met meneer Klink met Ab eens. En groen is, dat is oneens. Die bewering klopt niet. Oké. Dat is een beetje 50-50. Dat is volgens mij, staat dat dan borg voor een goede stelling. Er worden hele programma's mee gevuld. Henk van Vliet, je had de groene kaart volgens mij. Ik had de rode kaart. Ik ben het en waar baseer je dat dan op? Nou, omdat ik denk dat het vertrouwen, zeg maar, dat die relatie, zoals die mevrouw van het ziekenhuis ook zei, nog verbeterd moet worden. Ik denk dat er veel meer transmuraal overleg moet komen om dat vertrouwen van elkaar te winnen. Dat je elkaar zorg ook kan overhevelen. Want in feite moeten we ook af van die eerste en die tweede lijn. We moeten naar integrale zorg, ongeacht wie het levert. Maar dat is een beetje het verhaal van Wilna. Ze zegt, maak nou één pad. Dat leidt automatisch tot samenwerking en inhoudelijke goede zorg. Ja. Ik hoop dat ze gelijk hebben, maar daar zie ik nog wel een probleem. Want in feite verplaats je dan de verdelingsdiscussie. Dus ik denk dat ze daar wel bij geholpen moeten worden. Oké, dankjewel. Frank, ik wil jou heel erg hartelijk bedanken voor je komst. Maar je mag zelfs reageren. Nou ja, ik wil nog één ding aanvullen. Dit is een belangrijk element. En je kunt ook heel erg veel twisten over hoe ver het nou precies is tussen die tweede en de eerste lijn. Ik bedoel, ik heb bij de defensieorganisatie gezeten als minister. Nou, dat was al een probleem, zeg maar, als het ging tussen de cavalerie en de artillerie. Dus bol laat staan, zeg maar, hierop. Hè. Dus dat is allemaal tot op zekere hoogte onvermijdelijk. En het is heel goed dat die communicatie ook beter wordt. Ik denk dat dat niet de kern van het probleem is, dat de medisch specialisten de huisarts niet vertrouwen. Het is ook zeer waar we het over hebben. Als we een heel ingewikkelde hartoperatie hebben, nou, dan weet iedereen wel wat je daar een beetje op moet hebben gespecialiseerd. In algemene zin is dat niet wat ik hoor. Waar wel, zeg maar, een belangrijk punt ook zit, naast het punt wat jij noemt, Henk, is, zei het tegen Wilma, dat er ook nog wel iets zit bij de consument-patiënt. We kunnen natuurlijk heel mooi hier met z'n allemaal praten, maar als bijvoorbeeld in mijn woonstad Amsterdam, je echt werkelijk waar met geen kanon een heleboel mensen bij de spoedeisende hulpweg krijgt, omdat de mening is, ja, we gaan daar een beetje naar de gewone huisarts. We willen de professor. En dat het beeld nog erg sterk op die manier leeft. Dan hebben ze ook op dat punt nog wel een belangrijk cultureel punt ook te winnen. En ja, dat wordt toch wel heel lastig als dat ook niet een plek gaat krijgen. Dus ik denk dat op die twee punten er nog wel het nodige te winnen is. Maar mijn stellige overtuiging is wel, en daarom wou ik die eerste stelling ook zo formuleren, maar Willem heeft het nog scherper geformuleerd, vind ik ook allemaal prima, dat het buitengewoon weinig zin heeft om daarmee door te gaan. En ik heb daar dus echt ook totaal geen zin in. Ik spreek er ook indringend met Steven Nijven, de huisarts, over. Het is buitengewoon onvruchtbaar. En het is veel vruchtbaarder om vast te stellen dat je elkaar absoluut nodig hebt. En dat we dus inderdaad gewoon met elkaar de gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben, eerste lijn en tweede lijn, om inderdaad datgene te doen wat heel nodig is. En dat is het rendement van die zorg erover verbeteren.